Oké, okay, laat maar zien. Ja! Wat een hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met mijn zusje Cassidy. Hoi! En mijn vriendin Dibbel. Hoi! En wij hebben vandaag voor jullie een super leuke challenge. Namelijk de content challenge. En dit klinkt waarschijnlijk een beetje raar, de content challenge. Als ik het woord wel zeg, vind ik het nog steeds raar. Maar dit houdt in dat wij ingezoomde plaatjes krijgen van een kont van een paard. En dat wij dan moeten gaan zeggen welk paard dat is. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat, worden. Want mijn ouders zijn namelijk gisteren naar de manege toe geweest om foto's te maken van paardenconten. En daarna van paard in het geheel. En wij moeten dus gaan raden wat die kont, welke kont dat dus is. En jullie krijgen, wij krijgen dat hier op beeld. Dus wij zitten zo meteen hier achter. En hier in beeld komt dan voor ons de kont. En dan moeten wij dus gaan zeggen welke het is. En voor jullie in beeld komt hieronder ook het plaatje van de kont. Alleen dan ook met het antwoord erbij. Zodat jullie kunnen zien welke het is. En aan het einde van de video heb ik voor jullie ook nog een hele leuke challenge. Dus blijf zeker kijken. Nou, laten we dan nu gaan beginnen met de eerste. En ik ben echt heel erg benieuwd of ik het goed kan. En ik denk namelijk wel dat ik er een voorsprong ben. Want ik werk namelijk op de manege. En ik ben er ook iedere dag. Ja, lekker wel. Dus, maar we gaan het zien. Dus laten we snel beginnen met de eerste. Hier komt die. Oh, dit is echt... Wow, ik dacht dat het wel iets makkelijker zou zijn. Ik denk dat ik het wel weet. Ik ga even kijken. Ja, ik denk... Ik denk dat ik het ja, ik weet het. Ik weet het niet. Maar het is ook wel best wel moeilijk eigenlijk. Ja, het is best lastig. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn. Maar ja, mijn ouders hebben ze dus uitgezocht. En daar staat dus een rondje. En het is echt best wel pittig. Moet dat de naam van het paard? Ja, de naam van het paard. Dus even maar niet lekker afkijken. Nou, mijn gok maar, want ik weet het niet. Schrijf weer lekker mooi. Oké, hebben jullie hem? Ja. 3, 2, 1. Wat heb jij? Wat hebben jullie? Voor Sharebreaker. Wat heb jij? Oh, ik heb één. Utah. Ik heb Utah. Oh, wat zit het uit het... Oh, ik denk je wel dat Oké, nou ben ik echt super benieuwd. Ik denk dat je best wel gelijk hebt. Oké, dan gaan we kijken welke het is. Oh, nee. Dat is goed hoor. Ik moet zeggen, ik dacht eerst vosje. Maar toen zag ik zo dat het om de staart als een rondje liep. Toen dacht ik, dat is Utah. Dus ja. 1 punt voor mij, dus dan staat het 1-0-0. Tot nu toe zo. Doe ik het goed. Oké, next. Oh ja, nee. Ja, dat weet ik ook. Maakt het uit hoe je het gaat? Nee, maar niet. Ja. Oké, 3, 2, 1. Oké, wie hebben jullie? Ik heb Keurler. Ik heb Jaden. Hebben jullie Jaden? Oké, laat maar zien. Yes! Oh, wat leuk! Ik dacht echt, hoor, die weet jij wel. Ja, maar ik vind het nog best wel op elkaar lijken. Ja, maar ik vond de Keurler is net iets, nog net iets donkerder dan Jaden. Ja. Ja, maar Keurler wordt juist heel licht op een gegeven moment de laatste tijd. Ja, en dat is ook wel. En zijn staart ziet er wel een beetje hetzelfde uit. Oké, dat is echt heel moeilijk. Oké, dan staat het nu 2-1-0. Oké, dan gaan we nu naar de volgende toe. Ik vind het echt best wel nog best pittig. Die eerste was heel lastig, maar deze was nog wat te doen. Ja, oké. Ja, volgende. Ja, ik ben nu bang dat ik het weer niet zal. Okay. Ja, nu. Hebben jullie hem allemaal? Ja. 3, 2, 1. Vosje. Vosje. Ja. We denken alle drie dus vosje, dus laten we kijken of het goed is. Ja. Ja, yay. We hebben alle drie een punt. Dus dat betekent dat het nu 3, 2, 1. Ja, of 1, 2, 3 kan ook. Oké, nou, ik ben benieuwd wat de volgende was. Deze was ook weer relatief makkelijk, denk ik, deze. Ja, je ziet het ook aan de staart. De eerste was tot nu toe wel het lastigste, denk ik. En voor de oren was die tweede ook al een hele ongelukkige. Maar laten we verder gaan. Oh, dit is moeilijk. Dit is een zwarte, dus dat is lastig. Maar ik denk dat ik het wel weet. Ja, ik denk het ook wel. Ik nog niet. Ik schrijf wel echt prachtig trouwens nu. Ja, maar jij schrijft echt heel groot. Ik niet. Ja.
Dit kun je toch wel lezen. Ik weet het niet zeker. Ik heb het een keer gedaan. Oh, ik vind het moeilijk. Hebben jullie het? Ja. Vraag, ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Ik heb Wilmer. Ik heb Igor. Ik heb Robin. Oké, okay, oh, laten we kijken. Yeah! Oh. Nee! Ik heb het goed! Oh, ik heb ze tot nu toe gewoon allemaal goed. Yay. Oh, je echt wel. Wow. 4, 2, 1. Oké, okay. Nou, dat waren de eerste 4. Ik moet even een ander blaadje pakken, want ik heb nu mijn blaadje volgeschreven. Oh, ik doe het handig. Jullie? Ik doe het gewoon onder elkaar. Ja, hier is, jij zet ze onder elkaar, maar ik zet ze lekker hier. Neer. Oh, ik dacht echt dat dit Igor was. Ik dacht echt dat het Robin was. Heb je rood aan die staart. Doe het gewoon zo, en dan zo, okay. En dan ga je zo. Nou, ik heb weer een blaadje, dus ik kan er weer 4 paarden vooruit. Dus laten we het zijn nu de 5e, hè? Ja, we gaan nu naar nummer 5, dus here we go. Oh. Deze moet ik gewoon goed hebben. Ja, deze weet ik. Ja, ik ook. Yes, weet jij hem? Nee. Oké, okay, ik doe gewoon een gokje. Ja. Ja, god, wel veel, hè? Weet ik veel. Het zijn nu 4, ja, maar ze 2, 1. Doet het wel beter dan ik. Ik schrijf het. Oké, okay, hebben jullie iemand wel? Wacht. Ik begin zo weer te twijfelen. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Ik heb Angie. Ik heb ook Angie. Oh, ik heb die zo gedaan. Weet je waarom ik Angie heb? Ten eerste is Angie trouwens een oude lieveling van mij. Ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Maar wat ik hier zie, ze heeft iets lichtere plukjes in de bovenkant en een aalstreep. Ja. Dus ik gok, ik weet bijna zeker dat het Angie is. Maar laten we gaan kijken. Ik heb fout. Yay! Nee. 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 Nu staan jullie tegelijk. Maar het wordt voor jullie wel lastig om mij in te halen nu. Want ik heb er al 5 nummers. Ik heb ze alle 5 al goed. Woe, ik ben blij dat ik paarden goed ken. Maar het staat dus nu 5, 2, 2. Dus het wordt ik dacht echt dat het Diesel was. Het kan nog wel. Ze kunnen nog winnen. Diesel heeft ook van die 2 plukjes bij zich. Oh nee, Diesel heeft helemaal wit. Ja, ja die nee. Nou, okay. Toch? Nee, als geen wit staat er wel lichter. Oké. Okay. Next. Wow. Ja, ik denk ik ook. Ja, ik denk wel echt wel. Alleen niet de hele naam op. Okay, dat moet, zegt, nee, dat moet, dat moet. Dat zegt voor mij genoeg dat ik denk van hé, we hebben dezelfde. Oké, okay, daarvoor 3, 2, 1. Ik had meneer de Mick. Ja, ik heb ook meneer de Mick, maar die schrijf ik op als Mick, want zo noemen we hem ook. Maar het is duidelijk te zien dat dit een halflinger is. Nou, we hebben 4 halflingers op Tunesië. Halfje, Mick, Sean en Patrick. Als ik het goed zeg, we hebben 4. Ja. 4 halflings. Maar dit lijkt me toch wel een Mick. Dus laten we gaan kijken of het klopt. Yay! We hebben allemaal een punt erbij. Dus 6-3-3. Oké, okay, nou, dit was wel een makkelijke, toch? Ja. Oké, okay, volgende! Ja, ik weet hem. Ja, ik ook. Echt? Ja. Nee, jongen. Hoe kun je dit weten? Ik denk dat... Oh, jawel. Ik vind deze wel moeder, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik het weet. Ja, we hebben heel veel bruine paarden op zo'n lijstje. Oké, klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Ik dacht Elip. Ik dacht Diesel. Ik heb ook Diesel. Ik denk dat het Diesel is, want het is een lichtere staart. Dus ja. ik denk Diesel, maar... Maar ik zat ook een beetje Elfie en Loegwein. Dus nee, maar dat is een zweetvos. Dus die maar Elif heeft een geschuurde staart, dus ik dacht... Ja, Diesel ook. Oké, okay. Laten we kijken. Weet ik veel. Ik denk toch wel Diesel. Yay! Echt slecht. Okay. Vandaag. Ik ben niet helemaal mijn. Maar we hebben nu 7 gehad, toch? Dus dan is het 7-4-3. Deborah staat nu voor op Cassidy. Wat? Zie je die foto? Die oog lijkt net of die oog weg is. Een beetje een gekke foto, ja? Maar, oké. Okay. Laten we naar de volgende gaan. Oh, een witte. Dat vind ik zo lastig. Oh, ik denk dat ik... Oh, die staart is nog best wel vol. Even denken. Ik twijfel tussen 2. Ik ook hoor. Ik denk... Ik denk dat ik het wel weet. Ik weet het. Oké, okay, ik ga zo uitleggen waarom ik twijfel. Mag je even wat nu doen hoor? Nee. Nee, ik denk dat ik het wel weet. Klaar voor? Oké, 3, 2, 1. Ik dacht Yuri. Ik ook. Ik dacht ook Yuri. Maar ik twijfel dus tussen Camilla en Yuri.
En oh, Camilla, ja. Omdat Camilla heeft ook zo'n staart met een paar grijze plukjes ertussen heel dicht. En je ziet, want Camilla heeft altijd een staartriem. En je ziet iets zo die vorm van die staartriem erin. Dus ja, ik hoop dat het Yuri is, want ik ben toch voor Yuri. Ik weet het wel zeker. Maar Camilla zou ook kunnen. Dus laten we gaan kijken. Yay! Ja. Het is Yuri! 3. Oké, okay. Ik heb dus 8, 4, 5. Nee, ik heb niet 3. Nee, jij hebt er 4. Oh, echt? Mag ik nog een blaadje van jou? 3. Ik kan ook gewoon op je groot schrijven. Ja, maar dat is alleen wel lekker duidelijk. Oh, hij is oh, ik heb ze tot nu toe gewoon nog allemaal goed. En ik ga proberen om de maximale score van 10 te halen. Hebben we er 10? Ik doe het vandaag wel. Ik ga het inhalen. Nee, volgens mij niet. Je hebt nu 8 en jij hebt 5. Ik zei toch al in het begin dat ik zou verliezen. Oké, okay, maar laten we naar de volgende gaan. Ja, die weet ik. Echt? Ja. Oh ja. Ik weet alleen niet of ik het goed schrijf. Ik ook niet. Mijn best. Even kijken hoor. Hoe lang mag je erover doen? Je mag wel even kijken. Ik zit te twijfelen tussen. Ik weet niet hoe ik moet schrijven. Oké, okay, dan dankjewel voor het antwoord. Weet je, daardoor nu? Ja, Noeske. Shit, hé. Nou, laten we dan maar gelijk draaien. Ik heb ook Noeska. Ja, ik ook. Maar ik wist niet of ik het met de C ertussen moest schrijven. Dat moet niet. Ik heb zelfs Nanoska. Nee, dat is de naam. Nanoska heet weer iemand die bij mijn moeder in de les rijdt. Maar we bedoelen wel dezelfde. Het lijkt erop. Dus laten we kijken. Ja. Ja, dit is bijna was ik. Want het was een volle kleur, dus een beetje een zwarte staart met een. Ja, een beetje beige, bruinachtige vacht. En ook een aalstreep weer, dus dit wisten we eigenlijk al zeker. Ik heb het trouwens best wel klein ook. Niet helemaal goed geschreven, ik ben de H vergeten. Ja. Maar we weten wat we doen, dan gaan we nu naar de allerlaatste toe. En ik ben benieuwd of dat het makkelijk of moeilijk is. Ik denk moeilijk. Ik denk ook moeilijk, hè. Maar laten we snel gaan kijken. Ik hoop het. Ja, oh, ik weet echt? Ja. Ja. Oh ja. Jammer dat dit al te laat is. Ik zat serieus. Het staat nu 9-6-5. Hij heeft in ieder geval meer dan de helft goed. Ja, ik weet dit ook wel zeker. Oké. 3, 2, 1. Joomla. Joomla. Ja, ik denk dat we het wel zeker weten. Gaan we kijken? Ze is ook smal gebouwd, ja. Ja. Joomla is dus de dochter van Yuta die we als eerste hadden. En deze zag gewoon dat het een vrijwel witte staart was met haar onder zwarte lokken erin. Mama was daar! Nee, je ziet mijn moeder op de antwoord. Maar dit was duidelijk Joomla. En ik heb ze dus gewoon alle 10 goed. En jij hebt er 7 goed. En jij hebt er 6 goed. Ik sta laatste. Ik vind dat best wel goed. Maar ik vond het wel moeilijk. Ik had anders. Moet je echt even goed kijken. Maar ja, er zaten een paar makkelijke tussen. En ook wel een paar moeilijke tussen. Maar ik vond het wel goed te doen. Ja, Maar ik denk wel dat ik hierbij mag zeggen dat ik de paarden best wel goed ken qua uiterlijk. Als ik ze vanaf hun kont kan herkennen. En dat is ook best wel grappig. Want ik had deze challenge toen we die eigenlijk hadden bedacht. Dat ging eigenlijk zo. Er was afgelopen zaterdag wedstrijd op de manege. Gewoon FNRS-dag. En wat er gebeurde was. Er kwam iemand die ging Farouche, paard Farouche halen. Omdat hij daar wedstrijd op had. En ik ging die voor haar eventjes knotten. En toen kwam ze aanlopen met Whisper. En toen zei ik, dat is niet Farouche, maar dat is Whisper. Is dat zo moeilijk te herkennen? Want ik herken alle paarden vanaf de kont. En toen zei mijn moeder, oh, dat is een leuke challenge om paarden vanaf de kont te doen. Dus bij deze kwam dat. Dus zo is deze challenge eigenlijk een beetje gekomen. Maar nou hebben we voor jullie ook nog een challenge. Namelijk, er komen nu zo meteen 2 foto's van 2 konten van paarden in beeld. En nou is aan jullie de challenge om te zeggen welke paarden dit zijn. En ik snap natuurlijk dat jullie niet alle paarden van de manege kennen. Maar ik heb ook paardenvoorstelvideo's gemaakt. En daarin kun je dus zoeken. Dus ik heb hier een foto van een kont. En in deze video die eronder staat, daar zit dat paard in van wie deze kont is. En aan deze kant geldt dat hetzelfde. Hier heb ik een foto van een kont. En hieronder staat een video waarin dat paard voorkomt. Dus kijk, als je het niet weet, kijk dan even de video's. En laat hieronder in de reacties weten welke 2 paarden dat zijn. En, nou, ik vond deze challenge heel erg leuk om te doen. Ik weet niet of jullie het leuk vonden om te doen. Ik vond het echt super leuk. Ik vond het ook echt leuk. Ik had hem makkelijker ingeschat.
Want ik vond het nog best wel moeilijk, maar ik vond het echt heel leuk om te doen. Oké. En als je deze video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En wat jullie ook in de reacties kunnen laten weten. Als jullie het leuk vinden als we een soort serie hiervan maken. Dus dat we bijvoorbeeld ook een keertje doen. Dat ging heel goed. Dat we ook een keertje doen met bijvoorbeeld met de blessen van paarden. Dus dat we ingestuurde foto's van de bles van een paard krijgen. En dat we dan moeten zeggen welke het is. Of ogen of oren of andere lichaamsdelen van alles. Wat jullie ook wel leuk vinden. Dus laat dat ook eventjes hieronder in de reacties weten. Want dan kunnen we nog meer van dit soort leuke video's opnemen. Dus laat dat zeker even weten. En doe zeker mee in die challenge voor jezelf. Om te kijken of jullie weten welk paard het is. En dan zie ik jullie de volgende keer. Duimpje omhoog. Bij de video. Doei doei. Doei.